Dankzij de aanwezigheid van een totale sterke agrosector in Nederland. We zijn de tweede agro-exporteur geworden van de wereld. Dus na de Verenigde Staten zijn wij het land die de meeste agroproducten exporteert. Heeft hier zich ook een hele sterke machinebouwsector kunnen ontwikkelen. Die dat allemaal mogelijk heeft gemaakt. Dus die technologie om dat mogelijk te maken dat we hoogwaardige producten exporteren, die heeft zich heel sterk ontwikkeld. Heel veel verliezen die ontstaan doordat zeg maar, schakels in de keten als afzonderlijke eenheden opereren. Dus dan wordt ergens voedsel geoogst, dan wordt vervolgens weer ergens getransporteerd. Als je nou naar die hele keten als geheel bekijkt en met elkaar afstemt hoe je dat optimaal kunt doen, kun je veel energie besparen, kun je veel efficiënter werken, kun je de kwaliteit verhogen. In twee richtingen, in de keten van voeding, hè, dus van zaadje tot carbonaatje om het zo maar te zeggen. En ook in de toeleverketen. Hè, dus ook niet dat een machine bouwen alles helemaal zelf in eigen huis bedenkt, maar met zijn toeleveranciers, wellicht met partijen uit hele andere ketens, technologische ketens, samenwerkt om te kijken wat zijn de technologieën die daar kunnen verbonden worden. Zet de deuren open naar elkaar en ben bereid om dingen met elkaar te delen. Dus als je wat opener bent met elkaar, bereid bent met elkaar te innoveren, veel meer samen te werken, daar ligt de grote winst. 99% van de technologische oplossingen die zijn al lang uitgevonden, alleen we moeten ze weten te vinden en weten te combineren. Nou, daar komt alles bij elkaar. We doen daar een stuk kennisdeling, dankzij kennisinstellingen, de universiteiten, de Wageningen Universiteit, brengen we daar een hele hoop kennis naartoe. We brengen daar methodes om te kunnen samenwerken en we brengen daar de bedrijven bij elkaar met de kennisinstellingen en de bijbehorende financiering. Want financiering, zeker in deze tijd, is een heel groot vraagstuk en daar zijn wel aanknopingspunten om dat daar voor elkaar te krijgen.